Proost op een mooie regen. Let op, let op, let op, jongens! Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Wij liggen nog heerlijk lekker in bed. Oh, Jade, wat liggen we nog lekker hier zo, hè? Oh, jongens, we liggen al echt 2 uur gewoon lekker hier te niksen. Een beetje op de telefoon, een beetje te praten, een beetje te chillen. Soms is dat gewoon echt lekker om dan zo hier te liggen. Heb je dat ook niet? Ja, ik heb dat zeg maar altijd. Ja. Oh ja, dat was ik even vergeten. Ja. Het is ondertussen ook al echt 11:30. We moeten nog steeds lekker het bed uit. Normaal gesproken sta ik dus altijd een beetje op rond 9:30, 10:00. Dus dit is wel een latertje vandaag. Maar jongens en meiden, ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. We gaan er weer een hartstikke leuke dag van maken. En we moeten straks maar wel eens even het bed uitgaan. Nee. Nee? Jij, niet ik. Oh, jij blijft gewoon liggen? Nee. Nee. Zal ik vandaag een keer dit horloge dragen wat ik van jou gekregen heb? Nou, is ook voor het eerst. Voor als jullie je afvragen waarom zit er geen overtrek over het bed heen, die moeten nog opgedaan worden, maar alles zit in de was, dus vandaar. 12:13, Jade, we moeten eruit. Ja. Ja. Kijk er even liggen dan. Even uittrekken. Ja, ga je hem even uittrekken, dan ga ik me even aankleden. Hoppa, ik ben aangekleed. Kijk eens, we gaan naar de kamer van Vincent. Goedemorgen. Vincent is er niet. Nee, Vincent is al weg. Vincent die ergert zich trouwens echt enorm aan de rommel op zijn kamer. Kan ik wel begrijpen. We gaan ook binnenkort trouwens even een busje halen om even allerlei dingen weg te gooien hier. Deze bank moet namelijk nog steeds weg. Er komt daar nog steeds een kast, er komt nog een lift, er komt nog van alles hier, dat weten jullie. Maar kijk, ligt hier ook allemaal troep nog steeds van de verbouwingen, of tenminste van het verhuizen. Dus binnenkort, ik denk deze week ergens, gaan we dat even regelen. En kijk, zie je er wel thuis is? Sniff is wel thuis, gelukkig, hè? Ben je niet aan het werk vandaag? Nee. Sniff is niet aan het werk vandaag. En dikke Snies ook niet, want Snies is gewoon lekker weer op zijn torretje hier. Oké, we hebben echt letterlijk laatst in de vlog gezegd, stuur kleding op naar mijn vader. Nu krijg ik dus ineens een hele doos binnen van Black Banana's, jongens. Misschien is dit dus ook wel allemaal kleding voor mijn vader. Hey, zo werkt dat dus, gewoon dingen in de vlog zeggen. En hoppakee, ik krijg gewoon dingen opgestuurd. Ik ben benieuwd, we gaan het straks even openen. Ik heb trouwens mijn Justin Bieber sokken aan, drill, die ik van mijn moeder gekregen heb. Vind die echt leuk ook. Zo, lekker ontbijtje wordt klaargemaakt hier. Jij gaat granola eten. En wat ga ik eten? Ik ga de broodjes in de oven afwachten. Oké, waarschijnlijk is het gewoon voor ons. Toch niet voor mijn vader, maar ik kan het altijd aan mijn vader geven. Laat het zien. Dit is hem. Hoppa. Trui nummer 1. Kijk, ik zie niet goed. Draai eens naar hier. Kijk, dit is trui nummer 1. Voor jou. Ja. Zeker. Maar hé, dat kan ik ook aan mijn vader geven. Oh, shirtje. Kan ik ook aan mijn vader geven. En een broekje. Oh, die is wel echt leuk. Ja, die ga ik zelf houden. Ja, die ga ik ook zelf houden. Waar is nog een doos in? En nog een doos. Nou, hé, die kan je ook aan mijn vader geven. Ja. Nou, die kan je ook aan mijn vader. Nou, hier past misschien nog wel. Nou. Lekker even chillen op de bank. Weet je dat ik me altijd een beetje schuldig voel als ik aan een chill dagje heb? Zeg maar dat ik niet zoveel uitvoer. Dan voel ik me altijd schuldig tegenover de kijkers, omdat ze dat misschien, dat ze denken van, yo. Ja, dat heb ik ook. Heb jij dat ook? Voor jou. Voor mij. Zoals vandaag ben ik echt lui en wil ik eigenlijk niks doen, maar dan voel ik me schuldig. Ik denk, maar dan heb jij niks voor je vlog. Maar ja, zoals jullie weten, soms zitten die dagen er ook gewoon tussen. Vandaag een heel chill dagje gewoon, lekker even een beetje rustig. Ik denk dat we gewoon even een filmpje gaan kijken. Hé, dat is toch ook lekker? Zullen we die serie afkijken? Ja, wij kijken dus een serie over... Ja, het is zo'n nieuwe serie die rondgaat op TikTok. En hoe heet die? Sex/Life. Oh. Oh, moet je dat piepen? Nee. Piep/piep. Dit dekentje lag op de kamer van Vincent. Daar slapen allemaal meiden, jongens, iedereen slaapt hierin. Nee, ik wil die oranje. ik kon niet weten wat er allemaal mee gebeurd is met dat kleedje. Kijk, wisten jullie trouwens dit van de bank? Hop, je kan hem ook nog helemaal uitklappen. En dan kan je dus een kussen zo helemaal hier nog neerzetten. Zieke chillbank. Oh, dekentje erbij, kussen erbij, snoepjes erbij, thee erbij. Alles en een spannende film. Mag je dit wel kijken? Is dit niet 16 plus of 18 plus? Kijk uit, je hebt hoofdpijn en anders ga ik even zo doen. Oh, nee, doe me niet. Ik ga even Sam bellen. Checken hoe het een beetje met hem gaat namelijk. Het is nu 2 dagen geleden, dus ik ben benieuwd. Ewa, broeder.
Hoe is het leven? Ja, hoe ben je met jou? Laat je armen zien. Ja, ik moet hem echt heet en zo op mijn buik houden. Heb je Mitella afgedaan? Ja, ik hou het soms even af, want ik kan zulke bewegingen maken. Maar ja, ik kan echt niks anders dan, ik moet hem echt houden. Oh, wat kut, jongen. Ja, fucking kut. Wat vond je van de beelden? Ja, ik vond het wel grappig om te zien. Maar ik vond wel echt, iedereen zei beterschap, dus dat vond ik fucking chill. En ik kreeg allemaal fysio's die me wilden helpen als je het nee. Ja, ik ben fysio geweest. Ben je vandaag naar de fysio geweest? Ja, ik moet het zo kleine. Echt? Hey, wat lijp. Dat moet goed komen. Nou, wat top. Ja jongens, ik zag heel veel in de comments staan van laat even weten hoe het met Sam is. Nou, hier hebben jullie hem. Het gaat ja, dus... Ja, ik ben wel echt even... Ik mag sowieso waarschijnlijk ook maand niet sporten überhaupt. Oh, wat kut. Ik heb meteen uitgebeld. En ik moet de hele tijd dit ding om, brace. Maar ik heb hem nu even afgehaald. Ik moest even... Anders wordt hij stijf, zeg maar. Ja. Zo, tijd om de deur uit te gaan. Zo, dat was echt even lekker. Even lekker filmpje gekeken. Soms is dat gewoon even goed voor je. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik gewoon... Het was een jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Ja, even tot rust komen ja. Of zo. Weet je wat ook wel echt handig is? Als je je autostelsel meeneemt als je naar de auto loopt. Denk je? Ja. Zal ik de deur even open doen? Doe jij de deur even open? Niet handig. Hoppakee, ik heb ze. Wij moeten namelijk even snel een kleine boodschap doen. Straks over letterlijk 20 minuten staat er iemand voor de deur bij mij. En dat is de klusjesman Johan. En hij komt mijn schoenenkast eindelijk afmaken. Ik heb dus ledstrips gehaald van Philips Hue ook. En ik hoop dat ze lang genoeg zijn. En dat die dus ook... Het was een ledstrip van 5 meter lang. Dus het is echt een hele lange ledstrip. En ik hoop dat die dus ook lang genoeg is om dus heel de schoenenkast te vullen. Wat we ook even snel moeten halen is wc-papier. Hey, als een vrouw zeg maar geen wc-papier heeft, wat doet ze dan? Ja, hetzelfde als een jongen denk ik. Gewoon uit laten druppelen. Ja. Maar het is echt vreselijk, dus ik ben heel blij dat we wc-papier gaan halen. Ja, hij is hetzelfde. Nee, hij is hetzelfde. Ja. Spullen liggen achterin. We dachten we halen gelijk maar even 50 rollen, want hè? Met dat gepoep van jou de hele tijd. Sorry. Nou, ik kan het ook niet laten. Oh mijn god. Ja, de... Ja! Ik pakte deze en daar tiefde hij eruit. Wat doe je nou? Moet je van de koninkrijk niet op. Oh. Het stinkt. Kijk hoe rood je bent. Je schaamt je gewoon omdat je het laat vallen. Oh. Ja, nou ja, jongens. Ik ga mijn lieve vriendin even helpen en dit opruimen. Potverdorie, overal glas. Ik ben niet rood, maar ik ben ik heb het gewoon warm. Oh, heb je het warm? Op de witte muren hier. Potverdrie. 9 van de 10 keer is op jezelf wonen wel leuk. Maar zeg maar, als dit soort dingen gebeuren, is het gewoon helemaal kut. Het stinkt echt. Het balsamico trouwens, wat hier dus ligt, jongens. Zo, zoals ik al zei, Johan is weer aangekomen. Kijk eens aan, hallo. Vandaag wordt het afgemaakt dus. Ja. Kijk eens. Dus het wordt nu nog helemaal mooi geverfd, Johan. Kijk, ja. Zoals jullie zien zitten dus nog wat plekken hier. En dat wordt helemaal mooi strak gemaakt. En dan, de glazen plankjes zaten er al in. Maar het grootste verschil wordt denk ik de ledstrip, hè? Een draaiketje worden. Precies, klopt. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat staan dus straks. Succes! Dankjewel. En het eten hier is ook gelijk klaar. Nou, wat ben je toch een toppetje. Het is heel lang geleden dat ik heb gekookt, dus ik hoop dat je het nog kan. Dat je het nog kan, maar heb je het uitgekund dan? Of, Even kijken. De allereerste ledstrip jongens, die heeft Johan in zijn handen. Dit is hem, 2 meter lang. Nou, we gaan zien of hij helemaal hier dus in past. Kijk, het is helemaal strak wit geworden nu hier. Dus we gaan het zien. Let op, jongens. Het is helemaal klaar. Ik ga de camera even pakken, want kijk eens aan. De spiegel staat hier dus al, dat licht staat al aan. Kijk eens hoe mooi. En... Hoppakee! Nou, is dit even top, Jade? Nice. Kijk eens even, precies hetgeen waar ik het dus over had, is ook gewoon echt gebeurd. Er hangt hier wel nog een draadje, moet nog even afgeknipt worden, moet nog even mooi gedaan worden. Maar voor de rest is het helemaal mooi geverfd, is het op kleur gemaakt en kunnen we dus eindelijk de schoenen erin zetten. Kijk eens even hoe gaaf het er ook zo uitziet als je zo de gang ziet, jongens. Pretty! Echt een lijpe gang. Als ik hem dan even in een andere kleur gooi... Let op. Kijk. Hoppa. Je kan dus allerlei kleuren nog steeds. De spiegel kleurt gelijk mee. Hier. Dit is toch gaaf. Helemaal in het groen zo. En nu kunnen we dus mooi op de plankjes ook de schoenen gaan zetten. Want daar was het voor. Het is een schoenenkast. Ik ben er ontzettend blij mee als ik het zo zie. In het echt is het trouwens echt 10 keer gaaf dan op camera volgens mij. Maar dat is wel vaker zo. Soms is het echt moeilijk om over te brengen op beeld. Kijk. Dit vind ik de meest sfeervolle kleur zo. In het blauw. Ja. Ik vind dit echt gezellig.
Oh, het begint zo gaaf allemaal te worden nu. Hier met die prachtige dingen van Veneta. Ook zo mooi als je het zo ziet. Die is dicht trouwens. En dan loop je dus helemaal hier zo op. Okay, in onze disco gang. Oh, en daar de nieuwe dingen van Veneta. Woe! Ik vind het zo gaaf, jongens. Ik heb lekker mijn zwembroek even aangetrokken. Want we gaan de jacuzzi in. We zijn alleen thuis. Ik denk dat we nu ook allemaal wel weten wat de volgende grote verbouwstap wordt. Het staat achter me. En dit alleen nog. Deze rommel. Oh, dan heb je hier dus een zieke discogang. En dan heb je dus straks een gave LED-studio daar met allemaal glas. Kijk, dit moeten we even doen. Even chloortabletten. Hoppakee. Het stinkt. Of nou ja, het stinkt. Het ruikt gewoon echt naar zwembad. Of naar chloor. Die moeten... In de jacuzzi namelijk. Oh ja, deze peuken zijn niet van mij, jongens. Die zijn van mijn matties. Hoppakee. Het water ziet er wel een beetje geel uit. Ik weet niet wie erin gepist heeft. Of tenminste, dat hoop ik niet. Zo, ja, dat gaat helemaal uitpakken. Kijk eens. Nou. Hey, jij moet in de horeca gaan werken. Ja. Oeh. Oh, wacht even. Nee, wacht even. Hé, hey, wacht eens even. Wacht eens even. We hebben tapenade. We hebben kip samba. We hebben... Nee, kip karamba. Oh, kip karamba is het. Ja. Oh, kut, de katten. Ja, de poezen. Ik zeg net, de deur dicht. Snies! Sniesje, je mag niet naar buiten. Oh, Sneefje gaat ook al. Oh. Oh, deze monstertjes. Je zag het volgens mij achter in beeld al. Zag je ze naar buiten glippen? Helemaal compleet dit. Zo. We hebben nog nooit met z'n tweeën zo'n jacuzzi gezeten volgens mij. Nee. Hè? Dit ding is zo gloeiend heet. Oh, mijn poten branden echt. Ja, dat bedoel ik. Dat was ook mijn reactie. Viel erin. Nou jongens, proost. Op een mooie regenachtige avond in de jacuzzi. Lekker. Okay. En een hete jacuzzi. En een hete, ja. Oh, we keken elkaar niet aan tijdens proosten. Oh god, weet je wat dat betekent? Ik ben benieuwd of de kijkers weten wat dat betekent. Kijk trouwens wat er ook in de jacuzzi zit. Dit hebben we nog nooit gebruikt. Maar als je dit dus eruit trekt, let op. Dan heb je hier dus een hele... Bluetooth box erin zitten. Hoe die werkt, heb ik echt geen idee van. Ik weet ook niet of die nog überhaupt in gebruik is. Daar zit er ook een aan die kant. Daar niet, daar ook niet. Maar je kan dus ook gewoon muziek uit boxjes laten afspelen uit de jacuzzi. Alleen, geen idee hoe dat werkt. Volgens mij is het eerder radio trouwens dan dat je echt gewoon muziek erop af kan spelen. Maar deze jacuzzi is al zo'n 10 jaar oud denk ik van de vorige bewoners dus misschien dat het niet eens meer werkt. Zo, dat was even lekker en kijk eens wat ik weer aangezet heb. De open haard. Zo, dat is lang geleden jongens dat ik die aangehad heb. Oh, wat chill zo. Ik was even vergeten hoe mooi dat ding er ook weer uitzag als het begon te schemeren, lampen aan en dit ding. Wow. Wij hebben net even gedoucht en het leek me wel eens leuk om iets uit te proberen. Zoals jullie weten, ik heb de tattoos op mijn armen. Deze heb ik ooit gezet toen ik 18 was. Deze met de 1 miljoen en andere redenen. Het leek me wel eens leuk als we deze gewoon een keer weg gingen halen met foundation. Om te kijken hoe mijn armen er in principe dan dus uitzien zonder tatoeages. Dus, ik heb hier een meisje in mijn huis rondlopen die toevallig mijn cup mee heeft. Dus zij gaat het er even afhalen. Mag ik ook een slokje? Builen. Hupsie! Nee, mag je niet meer. Oké. Okay. Maar, zo zien mijn armen eruit. Jullie weten denk ik wel. Dus we gaan nu eens even kijken hoe het eruit ziet zonder make-up. Of met make-up. Oké! We hebben het geprobeerd. Let op. Ik moet mijn armen een beetje apart houden. Je ziet natuurlijk wel nog een beetje iets zitten. Ik denk dat het ervoor staat. Gaat het aan de kant? Sorry. Kijk, namelijk, zo zien mijn armen er dus uit, wel met make-up dus. Er is iets daarvoor, anders sta je met die precies in het licht. Oh zo. Zo zien mijn armen er dus uit zonder tattoos. Wat vinden jullie mooier? Vinden jullie mijn armen beter met of zonder tattoos? Of maakt het jullie niet heel erg veel uit? Ik heb die tattoos nu al best lang, maar dat is wel apart om het soort van weer zo een beetje te zien. Laat me achter in de reacties, met of zonder tattoos. Kijk, je ziet wel nog een beetje de vorm er doorheen, maar ja, dan heeft het geprobeerd. Ook hier zo. Het is best lastig nog om dat weg te werken, omdat het gewoon echt pikzwart is. Ja. Nou, 15 minuten make-up werk om het gelijk weer eraf te halen. Beetje zonde, maar... Het was dan €100. Ja? Is het zo duur, de make-up? Nou, make-up is wel duur, maar... Wij gaan het huis verlaten. Je ziet daar nog de blauwe verlichting op de gang zelfs. Die laat ik even lekker aan. Dan gaan we de brug over. Het staat nog steeds op mijn verlanglijstje ook om de brug sowieso te vervangen. Maar ja, niet voor de €30.000 die ik had aangevraagd bij de gemeente. Daar vind ik nogmaals veel te veel geld voor. En na een uurtje rijden zijn we weer bij het huis van Jade van Vlees. Oh nee, het is niet jouw huis. Dit is... Ik wist dat je het ging zeggen. Ja, ja. Wat zou jij vinden? Vindt zij dat ik de auto mat zwart misschien wel moet maken? Nee, mat legergroen. Mat legergroen. Oké, iets heel anders. Iets heel anders. Oh nee, denk je van je eigen katten af te zijn effe?
Komt deze staartloze katje lastigvallen. Jongens en meiden, ik lig hier heerlijk in bed bij Jade en wij gaan lekker slapen. Het was een kortere vlog vandaag volgens mij, maar die heb ik er wel eens tussen zitten natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie alsnog genoten hebben van de vlog en jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. Dus morgen om 6:30 is er uiteraard weer een nieuwe vlog online op mijn kanaal. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien, dus vergeet zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. Ik moet een beetje stil zijn, want iedereen ligt hier aan het slapen. Maar jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg, later.